Welkom bij NL Magazine, Go to the Movies. Naast mij zit Patrick van der Wijk. Ik ben Maurice Arout. En we gaan het vandaag hebben over Dark Tower. Dark Tower, juist. Nou Maurice, we zijn er altijd trouwens blank in gegaan. Klopt. Dus wij hebben geen boeken gelezen, wij hebben met niemand gesproken, we hadden geen recensies gelezen. We hadden helemaal niks. Dus we zijn er helemaal blank zijn we de bioscoop gegaan. En je hoorde onze stem. We zijn niet de enthousiasten over de film. Niet zo enthousiast. Nee, terwijl er toch best wel goede acteurs in zaten. Ja. Maar ja, het was een beetje, ja, het zat tussen een kinderfilm en een soort science fiction-achtige film in. Ja. En het was niet echt dat je zei, nou, daar wil ik de deel 2 van zien. Ik denk niet eens dat er deel 2 komt. Nee. Gezegd, als ik deel 1 zo gezien heb, denk ik, nou ja. En dat is toch raar, want het is uiteindelijk een verfilming van de serie van Stephen King. Ja. En die heeft al een aardig paar delen. Ja. Nou, als je bijvoorbeeld zijn andere serie weet, het, It is nu echt een topper. Die hebben we nog niet gezien trouwens. Nee, dat nog niet gezien. Moeten we nog wel kijken. Maar even, dus... Ik denk, nou, dat is de kwaliteit, maar dit was een beetje een raar verhaal. Gewoon een gunslinger die dan zogenaamd een soort wild... Eigenlijk wist nee, noem het zo. Een cowboy. Cowboy, ja. Een cowboy. Gewoon een cowboy. Een cowboy. Ja. Het is gewoon een cowboy. En op een, in een alternate reality is het, hè? Want het is eigenlijk gewoon aarde waar het op afspeelt. Alleen dan na een grote apocalypse eigenlijk. Ja, het zijn allemaal verschillende portals waar er steeds andere dimensies gaat. Ja. En dan denk je ook van, nou, misschien een beetje andere werelden, maar dat viel ook wel erg dat tegen. Dat viel erg tegen, ja. Daar echt gewoon een andere versie van de aarde. Van een versie van de aarde, ja. Ja. Ja, kijk, hij is de laatst overgebleven de gunslinger, terwijl hij, dat vindt, cowboy, zullen we maar zeggen. Ja. Terwijl hij het eigenlijk niet wou. Hij moet het opnemen tegen een zware wizard, een hele grote magier, zullen we maar zeggen. Ja, een tovenaar. En ja, hoe doet hij dat? Met zijn pistolen, denk ik. Ja. Die magier, die kan... Ja, op elk moment kan hij dit doen en hij is er niet meer. Dus dat vond ik al... ik vond hem eigenlijk even te sterk voor... Maar de gunslinger was beschermd, ook door een soort magisch iets. Want hij kon namelijk de gunslinger niet afmaken. Dat was het probleem van die tovenaar. Anders had hij hem gelijk afgemaakt. Dus er zat een bescherming in waarvoor hij dat niet kon. Nou, hij kon hem niet overnemen. Hij kon zijn gedachten niet zeggen, stop jij maar. Ja. Die mag juist zoveel kracht, hij kon zeggen, stop maar. En dan stop je, zeg maar zeggen. Of kill yourself, bam. Maar dat kon hij niet bij hem. Maar ja, aan de andere kant, er is een grote battle aan het einde. En nou ja, daar speelt hij gewoon met hem. Die tovenaar speelt gewoon met hem. Pap, 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 pap. Op elk moment had hij hem gewoon kunnen vernietigen. Ja. Maar ja, je raadt wel wie er dan wint, want dat is Amerikaans. Dus. Ja. Hé? Ja. En uiteindelijk was de hoofdrolspeler een klein jongetje die dan zogenaamd dan een soort. Dat wordt de volgende gunslinger, hè? Dat wordt de true gunslinger, wordt het dan. Zo, de bekende iets altijd. Dat is echt het kinderfilm element erin. Ja, klopt. En dat maakt het juist weer slecht, vind ik. Dan. Ja. Tegenwoordig is zijn moeder wel weer vermoord. Dat is niet echt kindermovie. Maar nee. Nou, jongens, ik vind het geen film om naar de bioscoop te gaan. Nee, en niet. Dat klopt ook wel. Het was ook geen commercieel succes. Nee, zei niet. We hebben hele zware verliezen geleden. Dus, ja. En het werd zowel afgekraakt eigenlijk door de boekliefhebbers. Ja. Die vond al niks. Na de hand hebben we wel eventjes wat mensen gesproken nog. Toen we de film gezien hadden. En die, wat Monique zegt... Ja, compleet afgekraakt. Ja. Ja. De boeken waren ook in het begin heel goed. En naar de hand werden ze steeds slechter. Wat we hoorden van de mensen die series gelezen hebben. Maar die nemen deze de moeite. Eigenlijk volgens mij sommigen om naar de bioscoop te gaan. En degene die zijn geweest zijn super... Want wij dachten van, weet je wat, we gaan op blank in. Misschien valt het best wel mee. Ja, klopt. Ja. Maar dat was dus niet zo. Nee. Dus zullen we een cijfer geven? Ja, laten we hem doen. Ja. Nou, ik geef hem een 5,5. Voor mij krijgt hij nog een 6. Ik vond Matthew McConaughey vond ik nog wel een aardige rol. Ook al had hij wel zwakke momenten. Maar hij zit daar goed in. Waar, Dus in dat aspect geef ik hem nog een 6. Maar wat Maurice ook zegt, ben ik het helemaal mee eens. Zeker niet de moeite om nog te gaan. Nee, zeker niet. Nee. Dus we hopen dat we volgende keer wat positiever nieuws hebben. Wat komt er nog aan? Nou, we hebben nog American Made. American Made gaan wij zeker nog behandelen. En... We hebben nog pas geleden, zeg ik, vandaag, zeg ik zelfs. Kingsman The Golden Circle hebben we gekeken. En daar zijn we dan wel zo, kijk, die lachen, hè. Die lachen, komt automatisch een lach. Door mijn baard heen. Tot de volgende keer. Bedankt.